Yes, we hebben hem weer. De Hobby 495 UL Deluxe. Prachtige caravan, want hij is van de buitenkant goed en van de binnenkant. Wij hebben meer te kopen in heel veel caravanmerken. Hobby Caravans, Fendt, Adria, LMC, zelfs Beachy. Kopen wij ook sinds modeljaar 2023. Maar dit is echt de allerbeste, de best verkochte caravan van Europa. Mijn collega Mark heeft hem van de buitenkant heel erg goed bestudeerd. Ja, dankjewel Rijn. Ja, we hebben hem inderdaad maanden gemist in de showroom. Zitten we aan de telefoon. Hebt u de 495 gehad? Zei nee, helaas zijn ze uitverkocht. Komt er weer een mailtje binnen. Hebt u nog 495 gehad? Zei helaas uitverkocht. Maar gelukkig zijn er vanwege een paar vrachtwagens vol binnengekomen. Deze hebben we in de showroom gezet. We hebben er ook weer een speciale actiewagen van gemaakt. Die hebben we dus een Blackline van gemaakt. Blackline special. We hebben heel veel accessoires die wat de standaard toevoegen. Nu toegevoegd in de zacht. Maar we beginnen eerst met de presentatie van de caravan. Die 495 Will, dat is echt de meest verkochte caravan van Europa. 7 meter 13 lang. Je hebt alles in de juiste maat. Twee aparte bedden, mooie grote keuken, hele hoge koelkast, royale rondzit en een mooie comfortabele toiletruimte. De buitenkant binnen op 2013. Hobby is gebouwd op een Knot, een Chagy, dat is van BTW Knot, die werken daar samen mee. Er staan bezaters van Knot met hele Chagy's van BBW. Die hebben heel goed laadvermogen tot 1550 kilo standaard. Brede uitrijsteunen, zelfstellende remmen, shockdempers, kogeldrukmeter, er zit ook zelfstandig op, dus helemaal compleet. Dat zit er gewoon op. Hij komt hier bij de mooie disselbak met liften hier. Die gaat dus rechtstandig omhoog. Kijk, zo is hij. Dat is hij mooi afgesloten, dat is voor de reis. En wil je er onderweg bij, dan kun je zo dus opgesloten. Hier is het allerlei bagage makkelijk op en inpakken, zeg maar. Twee grote gasflessen, hier omhoog staat nog een afvalwatertank. Hier hebben we dus een van die actiedingen opgebouwd. De BC260 Black fietsendrager. Ideaal model, als je gaat rijden, zo is hij ingeklapt. En dan kun je van achter schuiven rijden. Kijk. Zo gaat hij achter, dus heb je de fietsen er mooi op staan. Hij is geschikt tot 60 kilo aan fietsen totaal, dus twee e-bikes is geen probleem. De fietsen kunnen op slot gemonteerd worden op te dragen. Dus een keer een dagje met de auto weg bent, heb je alles gewoon veilig op slot staan. Dan zien we naar die mooie aerodynamische voorkant, met die opgaande zuilen in het anthraciet. Voorkant mooi glad, makkelijk schoon te maken. Altijd een mooi voorraam erin bij Hobby, dus ook veel licht naar de binnenkant. Gaan we daar ook binnen zien. Hier zien we zelfs mooie regengoten op de profielen die gemaakt zijn, dat het water aan de zijkant langer staat. Dan komen we naar de buiten, met een nieuwe beschikking. Hier vallen twee mooie nieuwe dingen op. Dat is de nieuwe Griffin die hij heeft. Maakt hem nog wat sportiever en lichter. En het grote serviceluik. Het serviceluik is nu een meter breed, waardoor je dus heel erg veel ruimte hebt. En hier zie je een volgende artikel eigenlijk van ons actiepakket zitten. Kijk, de Enduro Mover. Dit is de allerduurste uit zijn soort. Dat is de BC260. De Enduro 505 FL, BC260, dat was de fietsendrager. Dit is de 505 FL mover. Die kan nog gelijk waterpas stellen. Dit is een supersterke mover met een mooi digitaal display. Die dus berensterk is en die caravan makkelijk op de plaats zet. Hij is gemonteerd met een lithium accu. Dus heb je een lichtgewicht accu van nog geen 4 kilo. Die is ook onderhoudsvrij. Met een hoofdschakelaar dat je ook zeker niet leeg kan lopen. Dus dat is heel mooi afgemonteerd. Zo gaat het zelf lang dicht en dan is hij aan het zicht. En dan zien we hieronder zien we de mover zitten. Kijk, daar zit die 505 FL, die mover die dus kan waterpas stellen. Dus zonder armkracht, spierkracht, kun je die caravan heel makkelijk op het mooiste plekje van de camper van het veren. Daarboven zien we nog een ding van het Limited Edition pakket, die Black Selection. De zwarte tunnelluifel in de maximale maat. Wat is de kleur doeken eigenlijk? Hier is het. Kijk maar, om te zien. Heel erg mooi. Ik zie het al, dat is de kleur 31. Dat noemen ze Misty Grey. Rij maar eens wat verder uit. De bediening is ook heel makkelijk. Kijk, dit kun je de pootjes zo eruit doen. Dan doe ik het zo. Draai maar op. En dan doe ik het hier precies zelf. Dat doe ik hier. Dat is zo ongeveer, hè? Zo zijn we. Op de camping kan hij nog veel verder. Ja. We hebben zo weer volstaande kermis, dus dat geeft wat ruimte. Als we dat nodig hebben, zo kan hij staan. Nou, dan kan ik het hier nog weer strak zetten, zeg maar. En heb je bij deze luifel, als je hem helemaal opbouwt, heb je een totale uitval van 2,50 meter. En wat het nieuwste model ook heeft, dat de stormstokken zijn geïntegreerd. Kijk, deze stok, als je die kunnen uittrekken. En als je hem dan helemaal opgebouwd hebt, dan valt hij in deze verribbelde vertanding. En dan zet hij het doek heel mooi strak. Dat het dus mooi strak staat en dan kun je bij het minste geringste zuchtje wind, kun je het gewoon laten staan. Is het echt heel slecht weer, kun je hem makkelijk indraaien. En dat is natuurlijk het mooie van zo'n tunnelluifel. Op het moment dat je zegt van ja, we hebben op een gegeven moment een slecht weer, we willen toch graag doorreizen. Je kunt hem zo indraaien en je kunt op naar je volgende vakantiebestemming. En als je daar aankomt, dan draai je hem gewoon weer uit. Dat zijn een paar mooie details van de zijkant. Dan gaan we even naar de achterkant. Die is ook waanzinnig mooi afgewerkt.
Als je hier kijkt, dan zie je dus die achterkant van die caravan. Hamerslag platen, heel groot raam erin. Handvaten makkelijk te rangeren, maar ja, als je de mover hebt, heb je dat niet nodig. Waanzinnig mooie achterlichten, volledig van led. Hier staan ze ook op stro, je goed zien hoe ze branden. Super veilig, contourverlichting. Ook met die oplopende zuilen, waar een hele mooie afgewerkte caravan maakt. Ja, dat zijn wel een paar hele mooie details van die buitenkant van het nieuwe model 23. Rijden we weer de binnenkant even laten zien. Natuurlijk, kom even mee. Waanzinnig mooi geworden, hè? Zien jullie de nieuwe deur met heel veel leuke opbergvakjes. Vliezen hoorden. Handige greep om naar binnen te stappen. En dan komen we gelijk bij het nieuwe lichtpaneel. Hier zit ook Hobby Connect app. Kunt u met uw smartphone met de caravan verbinden en alles bedienen via uw smartphone. De rondzit heeft een prachtige lichte grijze kleur. De kastjes passen daar perfect bij. U ziet de witte kleur in de kastjes en de lichte houtkleur. Heel erg mooi. Hele optimistische kleur. Slim gekozen, ja. Hier zit een tv-steun. Die kunt u ook standaard. Zeker weten, ook standaard. Die kunt u lekker naar de zin draaien. Nu kan Mark ideaal tv kijken. En als u daar in bed ligt, kunt u ook hele tv kijken. Hele dynamische tv-steun is dat. Gaan we verder in die caravan en dan komen we hier bij de Truma kachel. Die zit al decennia lang in de caravans, omdat die zo goed is. Deze hangkast is ook wel slim gebouwd. Die is wat schuin gebouwd, zodat hier een hele grote zee aan ruimte ontstaat. Ik doe hem eens open. Dubbel deur, dan ziet u hoeveel spullen u hierin kwijt kunt. Dubbel stopcontact. Het is niet op twee handen te tellen hoeveel stopcontacten er in deze caravan zitten. Ideaal is dat. De keuken, drie hele grote keukenladen, sluiten allemaal met soft close en push lock. En ook weer het veelgevraagde 3-pits gasfornuis met elektrische ontsteking. En die is helemaal nieuw ontworpen voor 23, hè? Ja, nieuw ontworpen, inderdaad. Daar hebben ze een hele studie van gemaakt in... Dit is uitgekomen. Het is best eens teruggekomen, ja. Eigenlijk, hè? Ja. Ja, zeker. Hobby denkt altijd goed na over alles en over de keuken hebben ze heel erg goed nagedacht. Hier de nieuwe koelkast, daar hebben ze ook heel erg goed over nagedacht. Die is van twee kanten te openen. Dat is echt een nieuwigheid van het modeljaar 2023. En dan krijgen we hier toiletruimte. Tedford toilet zit al decennia lang in de caravans gebouwd omdat het zo goed is. En hier weer een stopcontact. Voor bijvoorbeeld een föhn of een elektrische tandenborstel, wat u maar wilt. En dan komen we nog eventjes terecht bij wat echt heel erg goed is aan deze caravan. En dat zijn de twee enkele bedden. De caravan is 7,13 meter lang, 2,30 meter breed. Hij heeft een rondzit, twee enkele bedden, keuken met drie grote laden, een hele grote koelkast. Eigenlijk alles wat de moderne camping-liefhebber wilt hebben. Uw bed is even omhoog. Hier ziet u een heel groot matras. Wanneer ik bestel van de bedverbreding bij, dan kunt u er een heel groot tweepersoons bed van maken. Dat is natuurlijk net even wat gezelliger. Dit bed kan ook omhoog. Mijn collega's zijn het ook al eens iets over... Over de maximale aslast, u kunt heel veel spullen meenemen in deze caravan. Maar ik zou zelf niet veel spullen meenemen en heel veel spullen kopen op vakantie. Dat is natuurlijk leuker. Daar ziet u nog even de accu. Dat is een lithium accu. Die gaat een levenslange duur mee. En die is lichtgewicht en ook heel compact. Dus u levert helemaal geen beladingskilo's en beladingsruimte in. Heel erg mooi is dat. Daar is ook nog een stopcontact gebouwd. Heeft u er nog eentje. Heel veel stopcontacten. Ik doe nog even één kastje los. Dan ziet u wat een ruimte daar ontstaat. En dan heeft mijn collega Mark vast nog wel iets toe te voegen. Oh ja, zo'n kastje. Sluit met softclose. Ja, wat ik vooral heel mooi vind, en daar kom ik op een heel grappig punt. Want vanmorgen was ik een mevrouw, die was ik naar deze caravan komen kijken. Want die had gezien dat we ze weer binnen hadden gekregen. Hè? En die mevrouw staat hier bij me zo en die zegt, goh meneer Meerweken, dit kastje hebben ze van Hobby niet goed afgesteld. Hij gaat open tijdens het rijden. Toen zei ik, nee mevrouw, daar hebben we even goed naar gekeken. Hobby monteert hier twee kleine rubberen dopjes. En dat betekent als je hem aandrukt, zit hij wel goed dicht, ook tijdens de reis. Toen zei die vrouw, nu ben ik verkocht, u mag de orde noteren. Dus dat is wel hoe goed dus Hobby daar nadenkt over die caravans. Wij willen er graag over alles vanaf weten, dus proberen u dat zo goed mogelijk uit te leggen. Dus die kastjes, als je er van Hobby een keer denkt van, goh, hij sluit niet goed. Goed aandrukken, zit hij ook tijdens de reis dicht. Dat is dan wel fantastisch, hè. Hier hebben we bergruimte. Nou, nu heb je de laatste tijd natuurlijk wel gehoord dat hier en daar wat dingen duurder worden. Maar wij van Meerbeek proberen het kamperen betaalbaar te houden. En dat is bij deze caravan heel erg goed gelukt. We hebben hier nou die limited edition van gemaakt. Loop eens mee naar buiten. Dus als je hier samen al onder de luifel. Dan komen we dus bij het nieuwste model 2023 van Hobby. Die 459 UL. Waar dus in die 7,13 gewoon eigenlijk alles in zit. En dan heb je gewoon de meest verkochte caravan van Europa. En wij vermeerlijk hebben hem toch nog zelfs onder de 33.000 euro weten te houden met al die opties. En die opties, dan praat je dus over de caravan met de catalogusprijs. We hebben de volautomaat mover die kan waterpas stellen.
de lithium-accu met een stopcontact gemonteerd, de Tudor-luifel in de Black Selection uitvoering, de fietsendrager in de Black Selection uitvoering, de rolbodem tussen de bedden, nee, dus van die twee aparte bedden die Ryan zo goed liet zien, een heel groot tweepersoonsbed kunt maken, en de tv-steun met bekabeling aangelegd. Zou je normaal een fabriek bestellen, kom je daar op een prijs van bijna 35.000 euro. Maar wij van Meer kunnen door inkoopvoordeel hier dus 2.000 euro korting op geven. En op welke prijs kwam je daar rijden? 32.950 euro, dus een korting van 2.020 euro. En heb je alles splinternieuw. Dus ik zou zeggen, stop met het zoeken naar die gebruikte caravan en er meer op mee bezig bent, want dat is een eindeloze weg. Aanbod is te schaars, prijzen zijn te hoog. En doordat wij de nieuwe zo compleet in de markt zetten, in die Black Selection uitvoering, heb je toch de allermooiste caravan in de camping. Zijn jullie enthousiast geworden voor deze presentatie? Dan zou ik zeggen, kijk even op onze website www.meer.nl. En als ze zeggen, kom in Doetinchem en we leggen alles graag uit, hè? Zeker weten. Tot ziens, Doetinchem. Tot ziens. Thank you.